in het Dieses Broek en ik ga hier een excursie uitzetten. Vanmiddag heb ik een excursie en daar moet ik natuurlijk even voorbereiding voor treffen. Er zitten namelijk heel veel weidevogels, insecten en planten. En moet wel precies weten wat er een beetje voorkomt om die mensen een goed verhaal te kunnen vertellen. Dat gaan we doen. Maar voordat ik straks die excursie ga geven, ga ik ook nog even naar het museum om jullie de beelden van de das te laten zien. Vorige week ben ik al met Frans op pad geweest om de das te bekijken. En ik ben terug geweest om de bushnil op te halen. En toen hebben we ook das gezien. Kijk even mee hoe dat is gegaan. We zijn weer uit het bos, Frans en ik. We hebben de bushnil ook opgehaald. Deze keer is het wel gelukt. Verschillende dassen gezien. Super gaaf. En die beelden van die bushnil zullen vast ook super gaaf zijn. Die zullen we zo dadelijk ook even zien. Dit hier is een erg leuk plantje. Het is namelijk de echte koekoeksbloem. Het leeft echt in dit soort natte plekken, natte gebieden met heel veel kwel. Het is een anjer, hoort tot de anjerfamilie en heeft hele mooie open kroonbladeren. Erg mooi bloemetje, maar hij heeft iets bijzonders. Er zit hier namelijk tussen de bladeren koekoekspuug. Het heet zo omdat het op spuug lijkt, allemaal van die kloddeltjes met wit spul. Het is niet van een koekoek, vroeger dacht men dat het van een koekoek was, omdat de koekoek samen met de koekoeksbloem tevoorschijn kwam in dezelfde tijd, werd de bloem koekoeksbloem genoemd. Maar ook de spuug die toen dan tevoorschijn komt, werd ook koekoekspuug genoemd. Het is helemaal niet van een koekoek, het is namelijk van een schuimcicade. Een klein beestje dat leeft van de plant en die hier in zijn eitjes legt. Het is bescherming voor de eitjes. Slimme oplossing. Er leven ook heel veel weidevogels. En weidevogels is een algemene naam voor vogels die in een weiland leven. Grutto's heb je hier, hulpen, watersnipper, allerlei soorten steltlopertjes. Maar je hebt hier ook de graspieper. Ik ben beelden van de graspieper aan het maken voor de crowdfundingactie voor een weidevogeldrone. Ik zie u al denken, weidevogeldrone, wat is dat nou? Dat is eigenlijk een helikoptertje dat vliegt over de weilanden op zoek naar de nesten van weidevogels. Dat doet hij via infrarood en zo zijn die nesten makkelijker te vinden. Daarvoor is geld nodig en
vandaar ook dat ik het filmpje aan het maken ben. En daarin mag de graspeper zeker niet worden vergeten. Een kort bezoek, maar voldoende voor mij om een beeld te krijgen van het gebied. Nu ga ik snel naar het museum toe om de beelden van de das te bekijken. En dan ga ik door voor de excursie. Daar zitten we dan bij de das. Dit is hem, hier kun je hem heel duidelijk zien. Het is namelijk mooi opgezet een das. En zoals je kunt zien heeft hij mooie kleine oogjes en die grote klauwen waar hij mee graaft. Ik ga mijn bushnail uitlezen en kijken wat erop staat. En kijken welke beelden we zoal tegenkomen van de das. Oh, er staat van alles op. Heel veel dassen. Ja, hij staat natuurlijk ook bij de Dassenburg. Dus er moet ook wel iets op staan. Er staan ook muizen op, zo te zien. Hier staan twee dassen op. En die dassen zijn elkaar aan het bemusken. Ze zijn geur aan elkaar over aan het brengen, zodat ze naar elkaar ruiken. Ze hebben hele kleine oogjes. En dat betekent dat ze niet zo goed kunnen zien. Maar geur is daarom des te belangrijker. En dat bemusken heeft alleen maar een voordeel dat ze elkaar beter kunnen herkennen. Het is ook al bizar. Op de dag dat we de bushnail zijn gaan halen, hebben we een hele tijd in het bos gezeten te wachten op de das. En uiteindelijk kwam hij tevoorschijn, maar pas best wel laat. Maar blijkbaar zit hij dus al een hele tijd in het dassenhol. Gewoon voor de ingang te wachten tot het tijd is om eruit te komen. Het ziet er naar uit dat er volgend jaar ook weer jonge dassen zijn. Het ziet er naar uit alsof het een paring is. Twee dassen op elkaar. En degene die er bovenop zit, waarschijnlijk het mannetje, is bijt bij het vrouwtje in de nekvel. Ik kan helaas niet zien of het een mannetje of vrouwtje is. Dat kun je wel aan de staart zien, aan de grootte van de staart. Maar hier valt de staart buiten beeld. Als ik wat verder terug ga in de tijd, dan zie ik ook meerdere dassen bij elkaar. Allemaal rond schemertijd. Dan zijn ze heel erg actief bij de burcht. Oké, dit is best wel raar. Er staat namelijk een das op. Wow. Hij mist één oor. Het lijkt wel een beetje alsof hij nog zijn oor heeft, maar er is gewoon een deel van af. Ze zijn echt aan het ravotten met z'n tweeën. Het zijn volgens mij nog jonge dassen. En hier staat hij heel mooi in beeld, heel duidelijk. Hij komt recht op de camera aflopen. En het zijn een beetje onsmakelijke beelden, maar je ziet heel duidelijk het gat zitten. Ja, het zijn jonge dassen en ze spelen nogal graag. En dat kan ze soms ook best wel wild aan toegaan. Ze hebben hele scherpe tanden. Het is het grootste roofdier van Nederland, die hier ook zijn jongen voorbrengt. Maar hij eet eigenlijk alle kleine beesten. Zoals wormen, insecten, heel af en toe een vogeltje, kan hij ook nog meepikken. Ja, en met die scherpe tandjes, want hij heeft wel scherpe tanden, kan hij elkaar dus wel goed verwonden. Bizar. Dit waren de beelden van de das die we hebben gemaakt. Ik hoop dat je ze leuk vond. Ik ga afsluiten en lekker naar buiten toe, want de excursie begint zo. Wil je nou een keer zelf met mij op pad? Dat kan. Laat een Facebook berichtje achter en wie weet gaan we samen een keer op pad. Blijf me natuurlijk wel volgen op mijn YouTube kanaal, want daar komt elke week gewoon weer mijn vlog. Tot dan. Doei!